Er is duidelijk, merkelijk, een stijging van de budgetten voor mobiliteit en openbare werken, maar we stellen vast dat het gebruiken van die budgetten, dat dat niet op eenzelfde manier gebeurt. Dus een goede opvolging, wat is de reden waarom dat eigenlijk niet gebeurt, dient mede te gebeuren en dat is de verantwoordelijkheid van de minister. En ik vraag me hier ook af hoe dat eigenlijk komt, dat we een half jaar verder zijn en dat er nog geen toewijzing is gebeurd. En ik mag verwachten dat er nu eerstdaags toch ook bijkomend zou gebeuren. Want die vervoersinfrastructuur, waarom hameren wij er zo hard op? Dat is altijd eigenlijk voor ons superbelangrijk eigenlijk geweest, voor onze welvaart, voor onze economie. En dat is ook zeker en vast eigenlijk van belang voor naar de toekomst toe. Als we daar niet verder eigenlijk in investeren, dan gaan we eigenlijk ook effectief knibbelen natuurlijk op onze welvaart. Natuurlijk beelden uitgene wat op ons scherm bij ons. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.